op die manier. Ja. Dus iets moois maken met taal of taal goed lezen. En een goede dichter is ook altijd een goede lezer. Op dit moment ben ik een dichter. Dit jaar 20 jaar gepubliceerd dichter. Ik geef poëzie aan de enige schrijversvakschool van Nederland, waar je dus... En even voor mij, hè, want ik lees niet, hè? Dus waarschijnlijk kan ik dan ook niet dichten. Nee, dat maakt niet uit. Maar wat is het verschil? Taal hebben. Ja. Wat is het verschil tussen dichten en poëzie? Zit daar verschil tussen? Poëzie is het resultaat wat je leest in een boekje, zou ik maar zeggen. Okay. Maar dichterschap... Ik zeg tegen mijn studenten die poëzie bij mij doen, het tweede en derde jaar, dan zeg ik... Wat ik geef is niet zozeer dat je een gedichtje kan schrijven. Ik geef dichterschap. Namelijk hoe je je eigen stem ontdekt. Je eigen stijl in het werk ontdekt. Hetzelfde wat ze aan de Gerrit Rietveld leren aan mensen die beeldende kunstenaar willen worden. Daar leren ze niet dat je het net zo moet doen als je docenten doet. Ja. En ze leren dat je je eigen stijl moet ontwikkelen. Nou, dat is wat ik doe met mijn studenten. Oké, je eigen stijl. Dat is dichterschap, ja. Dat is wat anders dan af en toe een versje maken. Kun jij mij uitleggen wat het verschil tussen dichten en poëzie is? Want... Help. Ja, het dicht is het maken en de poëzie is wat er overblijft. Het verschil tussen beeldhouwen en het beeld. Ja. En als je van het beeld houdt, dan ben je misschien een geweldige beschouwer, maar dan ben je ook niet onmiddellijk een beeldhouwer. Omgekeerd, een beeldhouwer is ook iemand die houdt van beelden. Oftewel, een dichter is ook een goede lezer, maar niet elke goede lezer is ook een dichter. Dat klopt. Wauw. En ook niet elke goede dichter of elke dichter in opleiding is een goede lezer, want dat moeten ze soms nog leren. Hè? Ik heb van die studenten bij de schrijversvakschool. En dan moet ik niet alleen leren om te schrijven en ook te leren om wat hun eigen dichterschap betekent, maar ook om goed te lezen. En niet alleen goed begrijpen wat er staat, maar ook goed voorlezen. Ja. Ik had er zaterdag een gedicht meegenomen van Simon Vinkhoog. Dat vond ze geweldig, want Vinkhoog heeft een passie voor taal. Dat vind ik ook. Ja. En het gedicht van Vinkhoog ging over het oproepen van de taal. Omdat het bijna magisch is. Ik roep de taal op. En dat zei ik. Toen las ze voor. Ik roep. En ik zei. Dat moet je zo niet voorlezen. Nee. Je moet voorlezen. Ik roep. En je moet op je stoel gaan staan. Ja. Als komt u toch niet? Ik wou net zeggen, je moet dus ook passie in je gedicht stoppen, toch? Als je erin roept voor de koffie, dan zeg je niet... Hallo, koffie. Dan zeg je toch, koffie! Ja. Als komt u toch niet? Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En het is hetzelfde natuurlijk, want in dat geval... want ik ben geen boekenheld, maar ik ben wel gek met muziek en met teksten. Dat op het moment dat je een nummer zingt, dan zing je dus de tekst. Dan vertel je het verhaal. Ik hou van jou. Nou, dat gelooft toch geen mens? Nee, dat gelooft toch niet. Dat zeg je toch ook niet tegen degene van wie je houdt? Nee, dat lijkt mij ook. Je zegt, ik kan je wel opvreten. Dat wordt gezegd. Nou, lees het dan ook zo. Ja, of zing het lees het dan voor. Ja. Zo, ja, op die manier. Maar volgens mij doe je nog veel meer. Want... Ik doe nog wel wat meer. Ja, vertel. Ik ben ook de eerste voedepriesteres van Nederland. Echt waar? En moet ik nu... Dat wist je niet. Moet ik nu... Natuurlijk, had ik op je website gezien. Maar moet ik nu een beetje hier gaan zitten en heb je een poppetje bij je? Of vertel eens wat daarover... Nee, wij doen niet spel. Nee, maar vertel, wat houdt het precies in? Want... Een voedepriesteres is iemand die bemiddelt tussen de mensen met vragen en de geestwezens of engelen. Ja. Je moet het je voorstellen als engelen, beschermheiligen. Zo ongeveer. Ja. In die sfeer werkt het ook. En voodoo is een religie die zegt, we zijn monotheïstisch, we geloven in God de Vader, God de Zoon, de Heilige Geest. Ook nog in de Heilige Maria en alle engelen en heiligen die in de katholieke kerk worden vereerd. En dan, weet je, breiden we dat uit met een stel geestwezens die wel in het Caribische gebied bekend zijn, maar in veel andere... Maar bij voodoo krijg je toch altijd dat enge gevoel, toch? Dat is de Hollywood-versie. Ja, oké. Dat is de Hollywood-versie. Ja. Maar dat is het dus de versie uit. In het Caribische gebied. Oké. Don't worry. Nee. Dat mag ik niet eens doen. Ik ben officieel gewijd tot wat ze bonbonbo noemen. Een goede voedepriesteres. Ik mag geen zwarte magie doen. Ik mag het wel terugsturen als iemand ergens last van heeft. Ja. Maar ik mag het niet doen. En dan zul je zeggen, ja, dat merkt toch geen mens als je dat doet. Zeker behalve jij als enige. Maar zo werkt dat niet. Okay. Ik ben verantwoordingsschuldig aan de priester en de priesteres die me hebben ingewijd. Officieel niet alleen verantwoording, maar ook af en toe moet ik vertellen wat ik doe. Dat zijn mijn papa en mijn mama in voodoo. Dat is heel belangrijk ook. Ja. En ik ben verantwoordingsschuldig aan alle andere mensen van de tempel waar ik lid van ben. Ik kan dus maar niet zomaar doen. Nee, en terecht toch. Ja. Terecht. Maar daarnaast, voodoo gebeuren, ben je volgens mij ook docent. Ik ben docent aan de schrijversvakschool. Ik geef poëzie
aan de tweede en derdejaars die dichter willen worden. En in zo'n geval doseer ik dus niet alleen hoe ze een vers moeten schrijven of een gedicht moeten maken, maar ook wat dichterschap inhoudt. Dat het een morele positie is. Dat je moet weten wat je zegt. Dat je kan maar niet wat schrijven, weet je. Je hebt nodig dat je ook je filosofische visie op het leven ontwikkelt. Dat je weet wat je kunt doen en wat je niet kan doen. Er zijn hele simpele voorbeelden van. Er is een klein soort gedicht dat heet een haiku. Ja. En er is een bekend verhaal over een Japanse zenmeester van wie de leerlingen die dingen schreven. En een van die leerlingen had een gedichtje geschreven. En dat ging ongeveer zo. Als ik een vlinder neem en ik trek daar de vleugeltjes uit, dan houd ik iets over wat eruit ziet als een pepervruchtje. En toen zei zijn leraar tegen hem, maar dat mag je zo niet doen. Want je mag het niet doodmaken in het gedicht. Het is een filosofische stellingname. Hij zei, je doet het omgekeerd. Als je daar toch een gedicht over wil schrijven, dan zeg je, ik pak een pepervruchtje, ik geef er vleugels aan en dan wordt het een vlinder. Okay. Dit is een filosofische stellingname. Wauw. Je zult ook zien in alles wat ik schrijf, dat ik als ik het over de dood heb, dat het altijd daarna in mijn gedichten weer levend wordt. Okay, in mijn gedicht is een heel belangrijke stellingname altijd, ja. Ik heb het vaak over de dood, maar altijd zeg ik, daarna wordt het weer levend. Okay. Dat kun je nu mooi buiten zien, weet je wel. Het was de hele winter dood en nu ga ik in de tuin zitten en joeps. En de plantjes en de boompjes. Het is een heel belangrijke stellingname, maar dat kan je ook in een gedicht doen. We gaan even naar een filmpje kijken. Ja. Want het filmpje waar we nu naar gaan kijken is een heel speciaal muurgedicht wat onlangs is geopend in Almere. Ik roep je, voorbijganger, ik roep je, de stralende horizon. Ik strek mijn bloeiende grassen naar je uit. Ik wuif naar je met pluimen en blaadjes en rondzwierend stuifmeel. Van jouw voeten naar mijn verte loopt een watertje. Helder en rimpelend vertelt het je welke kant op, waar je me kunt vinden. Ik ben er altijd. Ik ben overal waar het licht is en als het donker is, heb ik mijn ogen dicht gedaan. Maar je ziet me wel. Ik omarm je. Ik leg mijn ruimte om je heen als een mantel. Ik bescherm je tegen de angst. Je bent niet alleen. Je bent onderweg. En de weg is altijd weg. Mooi. Chapeau. Chapeau. Heel mooi. Heel mooi. Ja, je weet dat ik rap. Het gaat erom dat je talent hebt en het inzet. Dus als je iets kan, maak er wat van. Je bent geboren en de eindstand is allang het plan. Dus je denkt aan nu en je ervaart succes. En yo, fouten maken doen we allemaal, je leert je les. Elke keer als daar ik opsta en mezelf weer voor mijn kop sla, zie ik dezelfde dingen die ik opsla, jawel. Het gaat over dichten en een dichter, dat ben ik. D&T is de naam en een poëet in de spiegel ken ik. En als het past, pak ik elke scherf die me geluk brengt. Stap ik op mijn trein die mij weer terugbrengt. En maak nog steeds een rit. Ik zeg je eerlijk, als het gefilmd is, is dit mijn allervreedste clip. Vrouwen op stelten en de hele rambam. Kijk, geef het op, ze! Yo! Yo! Doe het samen. Komt-ie, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want het is volgens mij in de regenboogbuurt, zeg ik het goed? Het is de regenboogbuurt waar ik woon. Ja. Dat mijn huis waar ik woon. Ja. Daar heb je een gedicht. Ja, het is vrij komisch. Ik ben de enige dichter in de hele wereld die in een gedicht woont. Ja. Ja, inderdaad. Zo heb ik het nog niet eens gezien. Ik heb dat voor de grap vroeger wel eens gezegd. Zo, nou ga ik dan. Ik had een tijd lang dat ik heel veel aan het verhuizen was. Ja. En dat ik me nergens thuis voelde. En dan maakte ik de grap tegen collega-dichters dat ik nu in een gedicht ging wonen. Ja. En nu woon ik echt in een gedicht. Maar hoe is het tot stand gekomen? Want ik zag inderdaad helemaal rondom het huis staat het gedicht. Het staat eerlijk gezegd op 2 van de 4 kanten van het huis. Ja. En het staat ook op de bovenverdiepingen waar ik niet woon. Het zijn 3 woonlagen, 3 appartementen en ik woon beneden. En het staat ook op de wanden van de tweede en de derde buitenwanden. Maar hoe kwam je op dit idee uiteindelijk? Ik zag dat de Alliantie een reeks gedichten had aangebracht op de markt in Almere Haven. En toen schreef ik ze, goh, wat leuk, ik had best mee willen doen met dat project. En toen schreven ze terug, vertelt u eens waarom en wie bent u dan en zo. En toen zei ik, nou ja, ik ben een dichter van uitgeverij Querido in Amsterdam. En voor zover ik weet ben ik de enige dichter in de hele provincie Flevoland die een werkbeurs heeft van het Fonds voor de Letteren. Er zijn wel meer dichters in Almere, Lelystad en de provincie Flevoland, maar ik ben de enige met een werkbeurs van het Fonds voor de Letteren. Mm-hmm. De enige dus die het professioneel doet. Mm-hmm.
En ik zei, ik vind het wel leuk. En toen zeiden ze tegen mij, maar als u het professioneel doet, dan gaat u zeker een huis kopen. Ik zei, denkt u dat de bank een arme kunstenaar geld leent? Dat is niet het geval. En ik ben ontzettend blij dat ik daar woon, want ik woon op een hoek. Ik heb een tuin. Het is heel lekker rustig. Het zijn vriendelijke buren. En het is prachtig wonen. Ja. Ik wil helemaal niet weg. Maar? En toen zeiden ze van, kunnen we dan misschien een van uw gedichten op de huizen in uw omgeving zetten of op uw eigen huis? Dat idee kwam van de Alliantie zelf, mede via kunsthistorica Ans van Berkum, die bij de Alliantie in dienst is voor kunstprojecten. En toen zei ik, ja Ans, dat lijkt me een leuk idee. Ik heb een sonnet geschreven, een 14-regelig gedicht met de titel Almere. Ja. En ik heb begrepen van mensen die dat gelezen hebben in de Almere dat ze het heel mooi vinden. Het heeft ook een tijd op het geheugen van Almere gestaan, op die website. Misschien kan dat op mijn huis. En toen hebben ze een grafisch vormgever gevraagd om eens wat foto's te nemen. En toen bleek dat gedicht daar te groot voor te wezen, want er zitten te veel ramen aan die kant. Ja, er was te weinig open ruimte. Ja. En toen zeiden ze, dat willen we dan wel op een andere buitenmuur zetten waar minder ramen op zijn. En dat hebben ze dus gedaan. En toen was er een beetje een tussentoestand. Ja, van we willen ook wel wat op uw huis zetten, maar wat moet dan? Toen zei ik, dan schrijf ik speciaal een gedicht voor mijn huis. Het gedicht komt nergens anders in. Dat staat alleen op mijn huis. Het hele thuis. Oké. Ja. Ja, heel toepasselijk. Ja, en je zult ook zien, mijn huis is in de kleuren blauw en knalgeel geverfd, omdat het in de regenboogbuurt is en zo mooi tussen die kleuren past. Die kleuren komen ook voor in het gedicht. Ook de kleur rood komt voor, dus alle primaire kleuren, rood, geel, blauw, komen voor in het gedicht. En het gedicht gaat over de liefde en over het plezier van het wonen en over het uitzicht en over de horizon die nog allerlei belooft in de verte. Het is niet een erg lang gedicht, maar het is een erg vrolijk gedicht. Ja, en, ja heel prachtig gedicht. Precies en het enige huis in Almere waar eigenlijk zeg maar, op die manier een gedicht op staat. Ja, er zijn er dus twee. Want het andere huis staat aan de andere kant van de Parelmoervijver, ook in die buurt. Ja. 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 In feite hoort het nu bij wat men bij de Alliantie de gedichtenroute noemt. Omdat er langs de Evenaar een aantal gedichten zijn aangebracht in een soort ijzeren platen die op de grond liggen. Ja, die liggen op de Evenaar. Het is een soort route. Ja, ja nou, ik klopt inderdaad. Het is misschien te ver om te lopen. Als je gaat kijken nu naar 2009, wat voor belangrijke projecten heb je nog in het vooruitzicht? Als laatste vraag. Wat ik als project in het vooruitzicht heb? Nou, dat is een project voor 2010 in feite. Ik heb een plek aangevraagd om te mogen werken op het NIAS. Dat is een heel bijzonder instituut wat in stand gehouden wordt door 5 universiteiten. En waar ze alleen maar hooggeleerde heren een jaar laten verblijven, vrijwel voor niks, om een nieuw boek te schrijven. Een sabbatical noemen ze dat. Ja. En sinds een aantal jaren hebben ze daar ook een gastschrijver, die daar 5 maanden mag logeren om aan een nieuw boek te werken. En de afgelopen jaren hadden ze gastschrijvers zoals als Thomas Rozenboom, die aan een nieuw boek werkt. En dat zijn allemaal grote romanschrijvers. En toen ik las dat en ik hoorde daarvan en ik zei, waarom heb je nooit eens een dichter gevraagd? Nu, toen heb ik een plan ingediend om een heel groot dichtwerk te schrijven over het periodiek systeem der elementen. Dat is waar alle chemische elementen zijn ondergebracht in een tabel zodanig dat ze duidelijk is dat ze met elkaar samenhangen. Ja. Daar kan je een heel prachtig dichtwerk van maken. Dat ga ik in die 5 maanden doen. Dat is de eerste 5 maanden van 2010. Ik heb dat gekregen. Ik ben de eerste dichter die daar de gastschrijver is. Ja, dat is heel bijzonder. Oké, helemaal goed. Ja. Nou, we gaan zeker vaker van je horen. Dat mag duidelijk zijn. Ja. In ieder geval heel erg bedankt voor je komst naar M&M. Is Regina van Oorschot. En Regina kan mij alles vertellen over Afrika-dag. Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, ik weet het wel zeker. Okay. Wanneer is het? Het is volgens mij nog heel lang weg. Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja. Want we zijn nu al met de organisatie bij en dan is het opeens wel een heel kort dag geworden. Ja. Maar het is op 13 september. Maar volgens mij
heb ik speciaal jou eigenlijk over Afrika Dag in M&M als gast. Mm-hmm. Want je hebt volgens mij nog aardig wat te doen en je hebt daar vrijwilligers bij nodig. Ja, natuurlijk hebben we... Kijk, in dit soort grote evenementen kan je eigenlijk niet zonder vrijwilligers. Nou, Afrika Dag is op zich nu onderhand ook een heel groot evenement geworden in Almere. Want daar komt toch wel uit de hele regio en ook wel uit het hele land mensen naartoe. We halen wat is Afrika Dag? Het woord zegt het natuurlijk al wel, maar er kunnen natuurlijk ook giraffen en olifanten lopen. Maar dat is het volgens mij niet. Nee, we houden de olifant van de A6 halen we niet. Nee. De Afrika Dag. Nou, dan moet ik even terug naar de stichting. Ja? Het is een onderdeel van Stichting Samenwerk. Ja. En Stichting Samenwerk, dat is een organisatie die de stedenband die wij hebben met Almere, heeft de stedenband met Kumasi in Ghana. Zoals we ook met Aalborg hadden, zeg maar. Ja, precies. Ja. Meer op sportgebied. En dit is dan Afrika gelinkt, zeg maar. Ja. Nou, en Stichting Samenwerk doet heel veel zaken, zeg maar. En één van de dingen die ze doen is de Afrika Dag op de Kempaan. En dat is om te laten zien eigenlijk, Afrika is meer als dat men over het algemeen denkt, honger, armoede, ellende. Afrika heeft ook heel veel te bieden. Nou, en wat dat kun we ook je graag dan zien zien op zo'n Afrika-dag? Noem eens wat. Nou, je kan eigenlijk hele specifieke Afrikaanse dranken, gerechten. En dan hebben we elk jaar hebben we een thema wat dan naar boven wordt gelicht. We hebben heel veel kramen voor de verkoop, maar ook dus met hapjes en drankjes. En dan een thema waar we dus aandacht aan besteden. En dat kan dan, zoals verleden jaar hadden we bijvoorbeeld sport en spel. En wat is het nu, dit jaar? Is dat al dit jaar? Nee, dit jaar wordt het heel speciaal. Oh. Ja, daarom. Leuk. Want dit is onze 10e Afrika-dag. Ja, en het is best wel iets waar we trots op zijn, want het is echt een succes. En nu hebben we zo bedacht, wat ons leuk leek om het dan een extra tintje te geven, is dat we de hoogtepunten van de afgelopen 9 jaar weer bij elkaar brengen. En die hoogtepunten zag ik die op de website staan? Ja. Dat je daar een keuze uit mag maken? Precies.